De 9e Made in Suriname-beurs is gisteren van start gegaan op het terrein van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, KKF. Deze keer staan 140 participanten met hun Surinaamse producten op de beurs. Dat zijn 20 participanten meer dan vorig jaar. Volgens Anil Padarat, voorzitter van de KKF, geeft dat aan dat Surinaamse producenten nog steeds geïnteresseerd zijn om mee te doen aan de beurs. Een andere positieve ontwikkeling is dat er ruim 14 bedrijven met nieuwe Surinaamse producten op de beurs staan. Het gaat onder andere om zeep en diverse huismiddelen. Daarnaast blijken de diverse plantjes, zoals de sinaasappelplantjes van het ministerie van LVV, nog steeds erg gewild bij de bezoekers, zegt KKF-voorzitter Padarat. De voorzitter hoopt dat dit jaar meer bezoekers de Made in Suriname-beurs aandoen. Het vorig jaar heeft de beurs 120.000 bezoekers getrokken. Het thema van de beurs is Buy Local, Brand Global. De 9e Made in Suriname-beurs is georganiseerd door Stichting Business Support Organization Suriname. Deze organisatie is een werkarm van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.